Hoi, ik ben Dennis. Hoi, ik ben Andy. Welkom bij Dutch Nerd Club. Yo. Andy, jij hebt alweer een paar maanden geleden, hoorde je van de NES Mini. Ja. En je hebt hem meteen gepreorderd. Ja, bijna direct. Ja. Ja, je was nogal enthousiast. En ja. Wij waren ook heel enthousiast en nieuwsgierig. Nou heb ik al een gewone NES, dus ik was een beetje... Ik denk, ik laat hem jou bestellen en dan gaan we samen eens kijken. Nou, dat gaan we nu doen. We gaan hem bekijken. Ik was echt verbaasd hoe klein het pakketje is. Moet je kijken, dit is, hier zit alles in. Hier zit de controller in. De console. Geen voeding. Nee. Staat er ook op, heel groot. Geen voeding. Jij zei dat hij in Amerika wel een voeding had. Ja, of tenminste in Nederland heb je... Ik pak hem er even bij. Krijg je dit kabeltje erbij. Gewoon een micro-USB kabel? Ja, precies. En in Amerika zit er nog een adapter bij, waardoor je hem meteen kan aansluiten. In Nederland wordt geadviseerd een telefoonoplader of een losse adapter daarvoor te halen. Nou, dan hebben we die tegenwoordig allemaal wel in huis, maar ja. Het had er wel bij gepast. Oh ja, zodat je twee-player games kunt doen. Precies. Gaaf. Nou, we gaan hem uitpakken en aansluiten en eens eventjes bekijken wat hij kan. Jeetje, wat is het ding klein? Ja. Hij is... Wow. Dat was ook mijn reactie toen ik hem voor het eerst zag. Nou, dit is wel echt... Ik heb al foto's gezien, maar ik zal hem even dichter bij de camera brengen. Want hij is zo klein, je ziet hem natuurlijk amper. Het is echt... Ja, NES Mini is snap ik dat hij... Het heet nu de officieel natuurlijk de Nintendo Classic Mini. Ja, Classic NES volgens mij zelfs. Volgens mij is op de doos zijn Nintendo Classic Mini. Ja, is Mini. Oké, okay, ja. Ik dacht dat Mini er toegevoegd was door fans, maar oké. Ja. Oh, en echt, ja, nou, qua verhoudingen toch wel echt vrijwel hetzelfde, heel leuk. Achterkant heeft ze inderdaad HDMI en USB voor power. Mm-hmm. Voorkant twee poorten die voor sommige mensen heel bekend zijn. Ja. Dit zijn niet de oorspronkelijke controlepoorten. Nee, zeker niet. Nintendo heeft gekozen om de Wii-poorten te blijven gebruiken, ook voor dit apparaat. Dezelfde als die onder op de Wiimote zit. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. En je kan dus ook de classic controller van de Wii kan je gebruiken. Ja, dat zijn wel goede controllers. Ja. En wat zit er verder meer in? Een controller, exact hetzelfde formaat. Kijk, dit is de nieuwe. Dat zie je misschien ook wel aan de kleur een beetje. Maar het is inderdaad... Kijk eens. Dit is toch wel echt inderdaad een replica. Ja. Op één ding na valt mij meteen op. Het snoer is denk ik, wat zal dit zijn, 50 centimeter lang? Ja, volgens mij 60. Net. 60. Net, ja. Oké. Okay. Nou, dan zitten wij hier op de bank al best dicht bij de televisie. Ja. Dit is echt, dit is, ja. Ik word hier niet gelukkig van. Nee, ik had het al gehoord. Ja. Even ter vergelijking van de oude controller. Dit is, ik moet even uit de controle halen. Nou, dit is ongeveer 2 meter wat ik nu doe. Bijna. Ja. Zeg dat dit 220, 240 is of zo. Ja. 2,40 meter is echt heel lang. Dat is echt een van de langere controlesnoeren die ik van al mijn controles die ik in bezit heb ooit heb opgemeten. De kortste die ik heb is van de PC Engine, of TurboGrafx in Europa en Amerika. Ja, maar die is alsnog, nou ja, wat zal dit zijn? 1,75 of zo. Wat dus het idee is, denk ik, is dat je deze console nou ja, bijna bij je zo voor de bank zet. Ja. En dan met lange snoeren naar de tv. Reset heeft nu de functie gekregen dat je niet reset als in het game reset, maar je komt terug bij het menu. Bij het hoofdmenu. Ja, en ze hebben nu gekozen om save slots te nemen. En als je dan op die reset knop drukt, dan kan je ook meteen zo'n save slot doen. Ja. Voor gamers van nu, dan zou een extra knop of misschien wel een toetscombinatie start select om in het menu terug te komen, dat zou wel passen bij de mindset. Het is een klein dingetje volgens mij. Ja. En als je, er zitten 30 spellen op. Zeker als je hem net hebt, zul je heel vaak de resetknop gebruiken. Maar daarna kies je een spel en ga je dat spelen. Precies. Dus het valt dat wel mee. Dit is wel iets waar je een oplossing voor moest vinden. En toen we het erover hadden, ik wist wel dat er... Dit is natuurlijk de Nunchuk kabel. Er zijn verlengkabels voor te krijgen. Ja. En die is er eentje onderweg. We gaan even aansluiten en eens even kijken hoe het eruit ziet op een LCD-scherm. En vergelijken met een echte klassieke NES. Ja. En hij knapt meteen naar het menu. Hij knapt meteen naar het menu? Ja. Oké. Okay. Oh, heel mooi menu, zo te zien. Ja. Onderin een enorme lijst met alle boxart in het piepklein. Ja. En bovenin kun je per spel ook nog wat info zien? Als je
Als je erop klikt bedoel je? Ja? Nee. Dit is echt, this is what you get, weet je wel. Okay. Dus ze verwachten wel dat je weet welk spel je wil spelen. Dat is heel leuk. Je hebt nog wel hier de manuals. Dus, die zitten op de console? Nou, niet op de console helaas. Je kan ze met een QR-scanner kan je ze gratis downloaden. Oh ja. Ja, en dan kun je ze op je mobiel of op je tablet. Ja, ik denk dat dat vooral verpakkingtechnisch gedacht is. Want dat is gewoon niet te doen natuurlijk. Vooral bijvoorbeeld Star Tropics. Volgens mij heeft hij een enorme manual. Ja. Waar Star Tropics ergens. En die kan je ook niet spelen zonder manual. Ik bedoel, good luck. Wat zit er nog meer in het minuutje? Ja, je hebt legal notices, informatie over de software. Oh, open source software. Dat gaat waarschijnlijk over die emulator die er ergens in draait. Ja, precies. Ja. Ik vind het een iets te groot document. Dus, dat moet er blijkbaar wel in. De taal kun je instellen. Ja, meerdere. Maar dat is alleen van de menu of ook van de spellen? Alleen het menu, denk ik, hè? Volgens mij alleen het menu, ja. De spellen zelf hebben volgens mij gewoon Engels hard-coded. Dus, Oké. Ja, meerdere talen. Ik kies Engels, vind ik mooier. Ik vind Nederlands niet chill lezen. Verder heb je een demo-versie die draait als een soort screensaver. Oh, dat is die animatie die je dan ziet als je 5 minuten niks doet? Ja, precies. En dan auto-shutdown als je hem vergeet uit te zetten. En een screen burn-in reduction beveiliging. Zodat je mooie, dure beeldscherm niet naar de klote gaat. Als hij te lang op hetzelfde beeld blijft staan, dan verschuift hij pixels of zo. Ja, precies. Ja. Display settings. Dit vond ik wel interessant eruitzien. Ja. Je kunt dus kiezen uit 4x3. Ja. Wat eigenlijk... dat hadden we net al gezien. Het is het origineel. Het origineel. Ja, maar wel geupscaled. Zullen we eens even vergelijken hoe dat eruit ziet bij Super Mario 1? 4x3, start hem eens even. Gewoon in. Zullen we met 4x3 proberen? Super strak. Ja, snel ook. Pats. Ja, hij start de game inderdaad heel snel. Oké, dit ziet er uit. Zo strak heb ik het echt zelden op een LCD-scherm gezien, dit spel. Zet hem dan eens op die Pixel Perfect. Ja. Waarbij dus eigenlijk alle pixels vierkant zijn en één op één. Dan ga je terug naar een save game. Ja, ik ga gewoon door waar ik gebleven was. Oh ja. Maar nu zie ik dus dat het beeld is vierkant, want pixels zijn vierkant natuurlijk. Ja, precies. Maar verder ziet het er even strak uit volgens mij. Ik heb niet het idee dat het... Precies. Pixel Perfect is eigenlijk niets meer dat de pixels echt pixels zijn. Dus elke pixel is echt een vierkant. Ja. En dat bij die 4-3 kan dat nog wel eens... Wordt het gestretched eigenlijk. Ja, precies. Ja. Oké. Nou, dat vind ik gering of zo. En die derde optie? Ja, als je even op reset voor mij wilt drukken. Ah, ja, natuurlijk. Thanks. Ik vind het niet nodig, maar ik vind het een leuke gimmick. Oh ja. Ik weet niet of je het ook goed op de camera kan zien, maar je hebt nu dus door het beeld, wordt je HD-TV veranderd eigenlijk in een... In beeldbuis. Het is blurrier. Strepen door het beeld. Van die scanlines zoals een echte CRT-buis. Maar de kleuren zijn wel mooier dan op een CRT. Ja, dat is wel zo. Ja, okay. Absoluut. Ja, ze zijn gewoon veel dieper, wil ik bijna zeggen. Dit zijn gewoon de kleuren die inderdaad die een CRT nooit zou weergeven. Dat is altijd wat bleker. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die het zo spelen omdat ze het zo gewend zijn. Dus ik weet niet of het een ik bedoel, ik denk echt wel dat er mensen zijn die dit kiezen. Nou, we gaan even terug naar het menu. Ja. Want ik zag jou net ook per ongeluk al naar beneden scrollen. Je hebt dus save games. Ja. Daar staan die vier bolletjes onder in het scherm per cartridge voor. Precies. Per spel kun je op een willekeurig moment kun je saven. Deze is, je kan gewoon op het reset drukken, dan kom je weer in het menu. En dan heeft hij automatisch opgeslagen waar je was. Precies, meteen. Ja. En die blijft, je hebt er vier, dus wanneer je maar wil, kan je opslaan. En ik gebruik, ik weet niet, ik doe het zelf niet. Maar het is wel een hele handige feature. Vooral bij Mario. Bijvoorbeeld Mario Bros. Die heeft natuurlijk helemaal geen save feature of een wachtwoordsysteem. Nee. En het is gewoon een vrij groot spel. Ja, Ik bedoel, ik heb helaas niet meer de tijd als vroeger dat ik uren achter dat ding kan zitten. Nee, en dan kun je een kwartiertje of een half uurtje spelen. Ja. Console uit en opslaan. We gaan even kijken of we wat vergelijkingsmateriaal kunnen schieten met de originele Nintendo. Ja. Of we verschil kunnen zien. Ja. Dus start Super C maar. Of Contra 2, zoals die in andere regio's heet. Gaan we eens even zoeken. Daar heb je hem. Oké.
En dan zet hem maar wel even op die 4x3. Ja. Het is een mooi intro om te vergelijken, volgens mij. Oh, oh ja. Laat ik maar even doorlopen. Ja. Oh. Ja, je hebt hem. Moet je kijken, man. Dat is geweldig. Dit ziet er wel echt mega strak uit. Oké, okay, en dan voor de ultieme vergelijking. De oldschool variant. Ik heb de Japanse variant. Zo. Cool. We hebben net uitvoerig bekeken hoe het menu in elkaar zat. Wat spelletjes getest. Ook vergeleken met een originele Nintendo of een beeldbuis. Ja. Ik ben erg onder de indruk van hoe weinig verschil er is tussen de originele NES-spellen en de geëmuleerde NES-minispellen. Ja. Het speelt hetzelfde, het voelt hetzelfde. Bijna op alle punten. Op bijna alle punten. Ja. Eigenlijk... Ik vind het voor het bedrag wat het zegt dat hij voor 50 euro ligt hij binnenkort weer in de winkel. 60. Ja. 60 is een beetje de retailprijs de meeste bedrijven hanteren. En voor 60 euro 30 spellen, waarvan er zeker 10 hele goede spellen voor een willekeurige persoon bij zit, vind ik een hele nette prijs. Ja. Eigenlijk het enige nadeel is dus die verschrikkelijk korte controllerkabel. Foei Nintendo, dat hadden jullie beter moeten doen, want dat kost helemaal niet veel. Die paar centen voor een meter extra snoer. Ja. Daarnaast denk ik, ik hoop dat ze goed kunnen restocken. Ja. Want dat moet gewoon een hit worden dit. Ik vind het leuk om te zien dat ze overal uitverkocht zijn, maar het wordt wel tijd dat ze die voorraden aanvullen. Zodat iedereen het voor Sinterklaas of Kerst in huis kan hebben. Andy, bedankt dat je jouw... console hier aan een kritische blik van de Dutch Nerd Club wilde onderwerpen voor de video. Ja, graag gedaan. Zoals, ja, nu ga ik je inmaken in een paar spellen. Dat denk je. Denk ik. Ja. En we zien jullie weer binnenkort terug, ook hier, voor wat meer retro game gerelateerde video's. Volg ons hieronder, klik en abonneer je op ons YouTube kanaal. Kijk op ons Instagram kanaal voor dagelijkse updates, dagelijkse foto's. En kijk op Facebook voor wat ons allemaal bezighoudt. Tot ziens. Hoi.